Mijn België is gevestigd in Zwijndrecht op Linkeroever. Nee, dat is niet toevallig. Nee. Deze draden zijn voornamelijk bestemd voor de ship-to-shore kranen. Dus de kranen waar ze de containers mee lossen. ATS is Antwerp Thermal Service. Ik ben verantwoordelijk voor alles van maintenance dus en de repair. En wij werken nauw samen met Manus voor onze hijskabels, katkabels en topkabels voor de kranen en de straddler carriers. We zijn een containerterminal, third party, dus iedereen is welkom. Maar de moedermaatschappij is Costco, Costco Shipping. En wij behandelen containers, lossen en laden van schepen. Ja, voor als de boot binnenvaart, zetten ze al de masten omhoog. Zodanig dat hij er gemakkelijk onder kan en dan leggen ze die plat en dan kan de trolley erover rijden en kan die goed boven de boot en dan kunnen ze die zo gemakkelijk leeghalen. De carrier wordt bestuurd bovenaan door de chauffeur in de cabine. Met de spreader wordt de container opgepakt op de vier hoeken, vergrendeld en ja, verplaatst waar dat die ook moet komen. Het is eigenlijk heel nauw afgestemd met de klant. De staalkabel is heel gevoelig qua diameter, omdat de kraan heeft een heel pak schijven zitten. Die kabel die gaat van onder naar boven, van voor naar achter, loopt over 20, 30 schijven. Ook die installatie is eigenlijk gevoelig aan slijtage. Gietwerk, splitswerk, superloopwerk, grootwikkelwerk, kleinwikkelwerk. Dat is voor de straddlers die er rondrijden, die de containers oppakken. Wij lassen de liro gaan aan de achterkant. Aan de voorkant doen we de socket erover. Als die gegoten zijn, maken wij die proper en dan worden die op haspels gedraaid. En die gaan dan met ons mensen mee voor daar te wisselen. In principe worden de kabels op de trommel gelegd. Voor de kraan en de hijskabels plus minus 4000 uren. Draaiuren doen we met die kabels en worden die gewoon vervangen door nieuwe kabels. Er is zoiets als een veiligheidseis. De kabel mag natuurlijk nooit niet breken. Dus in functie van de levensduur of de schade, want er komt soms wel een keer schade aan te pas. Of als hij op zijn draaiuren komt, zonder schade, maar einde leven zeg maar, vervangen we die dan. We laten ze zakken totdat de kabel op het einde zit van de trommel. En vervolgens pikt de persoon beneden de nieuwe kabel aan en die steekt hij dan zo terug omhoog. Het valt te plannen, want de klant houdt die gegevens bij. Die houdt perfect bij hoe lang een draad lopen heeft. Dan kan de klant het eigenlijk in zijn systeem bekijken welke schijf dat nu eigenlijk vast zit of stuk gelopen is. Dan gaan wij die draad hier uitmeten. We zien waar de kabel gefaald heeft, laat me zo uitdrukken. En zo kunnen we eigenlijk de klant ook helpen met het onderzoek van de afgeleide draad. Alles vertrekt hier en alles komt terug. Ook het oude komt terug, wat het ook heel belangrijk is. De meeste mensen denken dat is allemaal groot. Ja, dat is groot, maar er valt soms wel iets uit te leren.